Tot slot van deze score op maandag maken we nog kennis met een snelle jongen. Shane van den Broek uit Rotselaar is amper 15. En toch haalt hij in zijn kart al topsnelheden van bijna 130 km per uur. Dit seizoen droomt hij van een deelname aan het Europees kampioenschap. Dat begint zo vanaf 4 jaar. Ik was eigenlijk 9, dus ik was al redelijk oud, maar ik was er eigenlijk vlot mee weg. En ja, op 2 lessen zat ik toch al op een redelijk niveau te rijden. En zo ben ik er eigenlijk stilaan ingerold. In 2006 ben ik Belgisch kampioen geworden. Dat was nog indoor. En in 2008 ben ik outdoor beginnen rijden, zoals nu. Het is eigenlijk een voorloper naar de verdere autosport. Allee, je moet niet veranderen, maar je kan ook hierin blijven. Het is zeer competitief en de verschillen liggen zeer klein. Dus je moet echt wel je uiterste best doen om toch wel mee te draaien aan de top. En de hoge snelheden natuurlijk ook. En die hoge snelheden, hoe snel is dat dan? Hoe snel? Ja, hier op het rechte stuk halen we toch een topsnelheid van een kleine 130. We hopen dit seizoen toch podium te rijden, wat dat eigenlijk vlot haalbaar moet zijn. Misschien kampioen, dat valt af te wachten, het is te hopen natuurlijk. Zoals vorig jaar ook Benelux gereden, waar het, laatste wedstrijd toch tweede zijn geworden uiteindelijk. En dan, ja, dit seizoen proberen zo hoog mogelijk te eindigen in het Europees kampioenschap. Ik ben mijn school zeer dankbaar. Die willen mij ook vrije dagen geven. Zoals ik Belgisch kampioenschap en zo heb ik altijd de vrijdag dat we ook zelf moeten rijden, dus dan kan ik niet op school aanwezig zijn. En nu met het Europees is dat bijna een volledige week van dinsdag al dat we vertrekken. Dus zo combineer ik dat. En met een sportstatuut is het allemaal mogelijk. Ik droom eigenlijk straks aan toch wel om de autosport te geraken als ik 16 ben of 17. Maar misschien gaan we toch nog eerst proberen zo goed mogelijke posities te behalen in het karting. Ik zou toch nog een jaar of 3 karting willen blijven rijden. Ja, mijn droom is natuurlijk wereldkampioen worden.